Tegenwoordig worden voor alles en nog wat specialisten en co-commentatoren ingeschakeld. Die mensen weten meer dan de journalist, maar vaak spreken ze minder goed. Tijdens de Ronde van Frankrijk bijvoorbeeld sprak Dirk de Wolf geen Nederlands. Hij sprak Dirk de Wolfs en dat deed hij uitstekend. Zo noemde hij de eindrush van Jan Ulrich in de proloog impotent. Mark van Lombeek is een beminnelijk man. Hij verbeterde zonder dat het opviel. Daar was Ulrich toch sterk. Die finish van hem was impotent. Michele Bartoli, en imponerend was de finish van Jan Ulrich.